Camping de Wielewaal, goedemorgen. We hebben onze zaakjes zo goed op orde dat er altijd iemand onverwacht langs mag komen. Van harte gefeliciteerd met de première natuurlijk. Ja, ontzettend bedankt. Wat was het een feest. Het dak ging eraf. We zijn enorm uitgelaten, opgelucht en trots dat we dit hebben kunnen neerzetten. Ja, je was echt een fantastisch Harry Vermeulen. Ik zei het net ook al tegen Jon. Je hebt echt hartstikke goed gedaan. Maar je hebt natuurlijk ook al een paar producties mogen afkijken. Hè? Ja, wat lief dat je dat zegt. Dat waardeer ik enorm. Want het was een spannende première. Mijn spannendste ooit, denk ik, omdat je kan niet iemand schoenen vullen die het zo goed en zo lang gedaan heeft. Dus je moet echt op zoek naar je eigen Harry. En dat hebben we, denk ik, met succes gedaan. Ik voel me in ieder geval thuis in het personage. En ik weet wat ik kom doen, wat ik wil, waar ik naar verlang. En ik denk dat het publiek dat heel erg meegekregen heeft. Hoe is het om in zijn voetsporen te mogen treden? Ik ben zo trots en zo dankbaar en ik vind het zo leuk. Ik denk dat als iets zo eigen is, zo'n deel van jou is, zoals Harry Vermeulen van John is. Als je dan het in je hart kunt vinden om dat zo gul te delen en al je kennis te delen en alles te geven wat je geleerd hebt over de jaren, zoals John dat heeft gedaan, denk ik dat is zeer zeldzaam in de wereld. En ik ben daar zeer dankbaar voor. En ik weet dat het dat niet alleen voor mij doet, maar ook voor het publiek. Want het publiek houdt van Harry. En ik denk dat we samen als team dat alles waar John voor staat en waar hij in gelooft, want qua theater, dat we dat hebben mogen delen met de mensen. Ja, ik kan me daar zeker wel bij aansluiten. Vond je het zelf niet raar om nu zonder John op te moeten treden? Ja, ik vond het heel raar. Nou, vooral de eerste week repetitieweken. Als je dan Harry staat te spelen en je denkt de hele tijd, wat zou John? Ja, John zou dit hier doen. En dat je daar vanuit de hele tijd hem ziet acteren. Maar dan denk je, oh wacht even, ik ben het nu. Ik moet het nu doen. Dus dat was wel dat was heel raar, ja. En vorig jaar met de comedie over een bankoverval hebben we ook zonder hem gespeeld. Heeft hij dat ook geregisseerd. Dus hij is er altijd wel een beetje bij. Ja, dus je was er natuurlijk al wel een beetje aan gewend inderdaad. Ja. Ik vroeg net al aan Jon van, zie je over 20 jaar nog een Ritserwerd 3.0 aankomen? Of zijn we natuurlijk misschien een beetje vroeg, maar zie jij dat al zitten? Of? Ik kan niet zo ver vooruit komen, maar ik weet wel dat ik heel erg aan het genieten ben van wat ik mag doen. En dat ik de mensen kan raken op deze manier, dat vind ik zo leuk en zo fijn. Ben ik zo dankbaar voor. Dit kan tot in de eeuwigheid duren wat mij betreft. En ben je zelf nog een beetje een campingganger? Ja, nou, we hebben op camping Bakken hebben we gestaan met de kindjes. Dat was superleuk. Ze sliepen niet 's nachts, dus dat is heel vermoeiend, maar we hebben echt genoten. Dus campings, ja, I love it. Heel gezellig. Dus wie weet zien we jou ooit nog wel als een echte campinguitbaat? Ja, dat is dan weer wat anders, ondernemer. Ik ben beter als uitvoerend artiest, denk ik. Het wordt tijd dat je die inburgeringscursus gaat volgen, Igor. Nou, Igor. Moet ik bijna, ja, en mevrouw Hak, toch? Ja. Mevrouw Hak en Igor, ja. Ja. Is toch iets heel anders lijkt me om ineens met een hele andere Harry Vermeulen te mogen performen, toch? Ja. Maar Joey ben ik ook al heel lang gewend, hè. In een vier Harry's spelen we ook al samen. Dus het was spannend, maar het is gelukt. Hè? Ja, ik heb 20 jaar geleden de eerste vers van Ritserwerd heb ik ooit Pamela Davies vervangen een tijdje, toen zij ziek was. En toen heb ik met John gespeeld. Dus ja, het is anders, maar het is eigenlijk ontzettend leuk om met een nieuw iemand te spelen. Omdat het ook een soort nieuwe invloed geeft weer. En ik vind het echt heel leuk met hem ook. Ja, en nu gaan we van een Chinees gaan we naar een Rus. Het is actueel, hè? Ja, nee, Chinees, dat kon ook echt niet meer. Rus, ja, wij vonden Rus, of John vond Rus nog wel kunnen. In deze tijden, dus hij speelt het met verven, vind ik. Ja, je doet het hartstikke goed, ook het polka-stukje heen en zowel terug, dat heb je hartstikke goed gedaan. Lang op moeten oefenen, of? We hebben lang. Nee, we hebben niet zo lang, we hebben 4 weken gerepeteerd, hè? Ja, maar dat stuk, backboard-stukje, dat we terug... Dat is wel even, en ook wat blessure, dat je denkt, dan loop maar eens een tijdje achteruit, snel. En dan ga je allemaal spieren voelen die je nog nooit gevoeld hebt. Hij komt de camping controleren. Ik ben in mijn caravan. En ik eis mijn strandstoep. Wat heeft u geïnspireerd om Ritserwerd 2.0 te doen? Nou, dat is een mooie vraag. Hij heeft 20 jaar geleden voor het eerst gespeeld. En dat werd in de loop van die periode eigenlijk heel vaak ook door programmeurs van theaters en ook publiek gevraagd. Oh, wanneer komt die nou weer eens terug? Hij wordt heel vaak gespeeld door amateurs, de amateurverenigingen. Dus het is een van de titels van Harry die het populairst is geweest altijd. En ik heb daar heel lang over nagedacht, van zullen we hem een keer terugbrengen. En toen, voor corona, hadden we eigenlijk dat plan. Toen kwam corona. En toen zeiden we, nou laten we het dan toch doen, maar dan met een andere Harry. Ja, en er zijn toch ook wel wat nieuwe elementen ook toegevoegd. Ja. En zeker inderdaad, wat je zegt, een andere Harry. In plaats van een Chinees zien we nou ook een Rus terugkomen. Ja. Wat is daar een beetje de gedachte achter geweest? Nou ja, in 20 jaar tijd verandert er heel veel. Hè? Ik bedoel, 20 jaar geleden, toen was jij
2, denk ik, of zo. Nou, dat vind ik een heel groot compliment. Toen was ik iets ouder, 14. Nee, nou, toch, ja, moet je nagaan. En er bestond volgens mij nog geen mobiele... Er is zoveel veranderd in 20 jaar tijd. En ook een structuur van een voorstelling. Dus de snelheid waarmee humor komt. We willen al veel sneller een eerste grap. We willen al veel sneller een opeenvolgende tweede grap. 50 jaar, 60 jaar geleden duurde het soms 20 minuten voordat het voor het eerst gelachen werd. Weet je. En comedy, net zoals de Amerikaanse comedies of de Engelse comedies op televisie, die zijn binnen de zoveel seconden moet de eerste grap vallen. Nou, dat is iets. Dat is natuurlijk ook iets met actualiteit. Hè. Toen hadden we Rita Verdonk. Nu hebben we Caroline van der Plas. Nee, die bedoel ik niet. Nou ja, in ieder geval. De actualiteit verandert. En Faber bedoel ik, van minister Faber. Dus ja, als je het leest en terugleest, dan denk je in eerste instantie, oh nou, ik verander het wel een beetje. En dan maken we van de Chinezen een Rus. En van de Chinese stoomboot maken we een trojka. En dan zijn we er wel. En dan kom je erachter dat er toch echt wel veel veranderd is. Nou, de Rus is nu een man, dus er is homoseksualiteit. Er is ook twee meisjes die verliefd zijn op elkaar. Dat hoeft niet per se. Maar het voegt wel toe aan de periode waarin we nu zitten. En dat is meer werk dan dat je denkt. Als je dan het stuk terugleest, dan zie je van, dat is toch echt wel wat meer dan een trojka hier en een trojka daar. Ja, je merkt inderdaad al bij het stuk dat er wel echt actualiteit ook wel. En dagelijkse dingen zie je er ook echt wel in terug, ja. Ja. En natuurlijk, Joey heeft Harry top neergezet. Als ik me niet vergis, is dit zijn eerste Harry-productie, ja. Dat hij Harry speelt? Dat hij Harry speelt. Wat vind je ervan? Nou, hij heeft in Harry neemt de benen was een stuk waarin hij de neef van Harry speelde. Hij heeft ook een keer de zoon van Harry gespeeld en zijn vader zijn zoon. Dus hij kwam van neef naar zoon naar Harry zelf. Dus hij kwam steeds dichterbij. Ja, maar hoe vind je dat hij Harry heeft vertolkt nu? Ja, ik ben apetrots op hem. Weet je, iedereen zei het kan niet. En het zijn grote schoenen om te vullen. En dat was ook zijn angst. Maar ik vind het is natuurlijk een hele andere Harry. Het is een andere jongen, een hele andere lijf, een hele andere... Fysiek, een hele andere manier van doen, van praten, ook van als acteur, een andere manier van grappen maken, zinnen plaatsen. Maar wel binnen het stramien van wat Harry moet zijn. En daar ben ik heel erg trots op. Ja, ik moet zeggen, ik heb meerdere producties gezien, maar dan u inderdaad als Harry. En ja. Hij doet er zeker niet voor onder, nee. Nee, toch? Nee, het is een hele andere Harry, maar hij heeft meer haar en minder vet rollen en zo. Het is voorbij!